Stroopman van Persie kan naar Robben. Die dan natuurlijk naar zijn linker gaat om uit te halen. En dan is het meteen raak ook. Robben. Droomstart voor Nederland. Eerste kans 0-1. Robben. Weer allemaal één keer raken. Schaars. Jammaat. Goeie paas van Persie. Oh, prachtig. En Parejko nu met de voet. Wat speelt Nederland goed voorlopig in Tallinn. Als het zo doorgaat, moet Kluivert bijna oppassen dat zijn record vandaag nog in het gedrang komt. Van Persie 35 doelpunten. Kluivert 40. Topscorer aller tijden uiteraard van het Nederlands elftal. De gepoort. En het schot zit er ook meteen in. Het is 1-1. Het doelpunt van Vasiljev. En die is een paar dagen geleden vader geworden. Daar ging nog een vraag over aan Louis van Gaal op de persconferentie. En hij zei ja, als dat allemaal goed gaat, dan kan dat wel eens extra krachten losmaken. En dat blijkt. De kerstverse vader, Konstantin Vasiljev. Vasiljev en ja hoor, daar gaat hij. Het is de wedstrijd voorlopig van Konstantin Vasiljev die zijn tweede maakt. Ze hebben amper een kans gehad vandaag. Eigenlijk, nou, het eerste schot was niet eens een kans. Is dit de eerste grote kans? Dan doet hij het wel fantastisch. Wat een schitterend doelpunt van Konstantin Vasiljev. De laatste keer dat Nederland een WK-kwalificatieduel verloor was in 2001 in Ierland. We kunnen het zich allemaal nog herinneren. Louis van Gaal zeker. Van Persie, nee en strafschop. Ja, hij legt hem op de stip voor Nederland. Overtreding op Van Persie en een penalty voor Oranje. En daar is het vasthouden, daar blijft het vasthouden en ik denk een terechte beslissing. Hij heeft inderdaad rood gekregen. Robin van Persie, ja, geen kans voor de keeper. Hij viert zijn feestje, weet dat het punt ook al belangrijk kan zijn. Maar uiteindelijk is het toch ook haast, want misschien is er nog wel meer te halen. Sneijder, opening van Persie is prachtig op Robben. Arjen Robben, het begon met hem, eindigt het ook met hem. Nee, daar is de keeper die dat goed doet. Nederland speelt beschamend gelijk bij Estland. Nederland blijft ongeslagen, maar vraag niet hoe.